Deze beschouwing die gaat over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. En het onderwerp voor vandaag is bijzonder en toeval. Of bijzonder luk, kan ik het ook zeggen. Maar is iets bijzonder of is iets toevallig? De wereld en haar oorlogen, die, die oorlogen, die zijn bijzonder. Die zijn niet toevallig. Die oorlogen zijn het gevolg van het feit dat er een kleine groep, nou ja, het gaat wel om heel veel mensen. Ze zijn klein qua aantal vergeleken met die 7 miljard sukkels zoals jij en ik. Een kleine groep is bezig om de aarde te modificeren naar hun welgemeende goede idee. En zij hebben dan een duurzame wereldheerschappij. En elke dag. Pap eten met een gouden lepel, en dan brunette's bij de lunch en blondines bij het avondeten. En wij mogen dan de brunette's en de blondines leveren. Ik, ik pak even mijn thee erbij. Je moet goed begrijpen dat deze mensen die hebben echt een natte droom bij het geen ze te wachten staat. Er is een boek geschreven door een meneer, en die heet uh, Quigley. Heet zijn voornaam ook alweer? De Dinges Bubble Quigley. Ik zal even zijn naam de... googlen. googelen. Ja, waarschijnlijk weet je het al. Als je, die, uh, de... Quig... Als je die naam dus kent, dan weet je al hoe die heet. Quigley. is dan Tragedie en Hoop. Tragedie. Oh, er is zelfs een PDF van. Ik krijg een Carol heet hij. Dit is een PDF. Wacht even hoor. Dit is. Dat wist ik wel, nou, dit is niet voorbereid. Oh, die had het. Ja, oké. Okay. Dit is leuk voor Wim Kruidertuin. Dit zal die snoepen vinden. Dit is het boek, hè? Nou, het boek. Uh, Carol Quigley, om het even uit te leggen... dat is iemand... en dat was de... de Nestor, een mooi woord... van um, Bill Clinton. Je weet wel, die Amerikaanse president... die uh, tussen die twee boesjes uh, president was... en die dat akkefietje had met die orale seks. Met, uh, of zo, toch? Met die uh, Monika Lewinsky. I did not have sex with that woman. Nee, nee. Nou, die Bill Clinton, die had een, uh, een man die hem begeleidde. van ja, ja hij werd ook, ook begeleid door Brzezinski, by the way. Brzezinski is een Jezuïet, dacht ik. Dus S.J. Ja, dit zal Wim erg leuk vinden. Tragedie en hoop. Tragedie en hoop. Om het even kort samen te vatten. Het is uh, tragedie voor mensen zoals jij en ik. En het is hoop voor diegenen die die tragedie over ons uitstorten. Want die blijven uh, buiten schot. En als wij zo dadelijk helemaal in de misère zitten, dan zeggen, wij, dan zeggen zij dan: uh, Wij hebben gewonnen. <laughs> en dat hebben ze dan ook. En nou is het wel zo dat Carol Quickley dan heel voorzichtig zegt: Van kijk, die tragedie uh, voor iedereen behalve wij, uh, die is reëel, dat lukt wel. Alleen of wij er zoveel aan zullen hebben. Ja, ik wist die van Hopen. Ja, dat weet je niet zeker. Nee, het enige wat je zeker weet is dat hij ons in de misère dondert. Met die plannen dus. zelf. Dat die plannen niet dat Carol Quigley dit allemaal doet. Carol Quigley was alleen maar een geschiedschrijver, die wist waar die interne club mee bezig was. Je weet wel, die club met de Jezuïeten. Een Vaticaan. Ja, dat weet momenteel toch iedereen. Het is het Vaticaan en de Jezuïeten. Het is wat ze in de Bijbel noemen: Babylon en de Antichrist. Als je de Bijbel erbij pakt, en sommige mensen zeggen: nou, ja, het is toevallig. <laughs> Ik zeg: Nee, dat is heel bijzonder. Hè? Maar als je de Bijbel erbij pakt, en neem je zoiets als Efeze, de brief van, was dat Paulus? Aan de Efeze. ...om Even voor de duidelijkheid erbij pakken. Ja, ik bedoel, ik heb toch 14,50 euro uitgegeven. voor een echte onvervalste statenvertaling. Ja, Dan zal ik hem gebruiken ook, natuurlijk. EVC, dus 11,45. Nou, nog een streepje bijgezet. Ja, je, wist je trouwens dat je mag uh, strepen en pennen in je Bijbel, hè? Een Bijbel hoef je helemaal niet zuinig op te zijn. Die mag je, mag je helemaal kapot lezen. Dus helemaal niet erg. Je hebt zo weer een nieuwe, 1450. Dat niet, uh, het is voor mij een uur werken. Ja. Vroeger, hè? In de tijd van uh, King James. Hè, toen die eerste Bijbels er dan kwamen. Hè, met de drukperstechniek en alles, hè? Was het... De, ja, dan was de, de prijs van een Bijbel. Dat stond gelijk aan uh, iets van. 13 tot 1500 uur werken. Voor iemand zoals ik. Dus in de schoonmaak. Een huishouder. Ik doe huishoudelijk werk. Hè? Nou, ik verdien oren niet. Na 14, 50 per uur, dat haal ik niet. Maar uh, bijna dan, hè. Dus ik moet iets langer werken. Maar in ruim een ruime uur heb ik dit bij elkaar gewerkt, zo'n Bijbel. Dat was vroeger dus anders. Vroeger had ik daar een heel jaar voor moeten werken. En waar moet je dan van leven? Hm. Dus ik had misschien wel vijf jaar lang moeten werken. En dan al mijn spaargeld in één keer besteden. En dan was ik in één keer al mijn spaargeld kwijt voor één Bijbel. Dat nou is nou niet het geval, natuurlijk. Hè? En dat is geen toeval dat het nu niet meer zo duur is. Want dat komt door de computer. En... Maar goed, er staat hier in Efeze 6. Dit is een brief van de Apostel Paulus. Als ik het wel heb. Ja. Aan de mensen van Efeze. Of Efussen. En dan staat hier een hoofdstuk 6. want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ja, die oorlogen zijn niet toevallig. En dat boek van uh, Tragedie en Hoop van Carol Quigley. dat is ook niet toevallig. En ze durven dat nu ook gewoon op internet te zetten. Dat maakt hun niet uit. Ze gaan ervan uit dat wij dat toch niet lezen. En dat is niet toevallig dat ze daarvan uitgaan. want dat hebben ze al lang bekokstoofd. Nou, niet bekokstoofd, dat hebben ze. Nou, daar hebben ze in zekere zin ook bekokst over. Want wie heeft er nou nog zin om dit te gaan lezen? Wij zijn veel te druk met het kijken naar de uitslagen van Ajax tegen PSV, of NEC tegen NAC, met een nek-en-nak race. Maar wij hebben wel wat anders aan ons hoofd dan ons te verdiepen in het plan wat uitgeschreven is. Nou nee, nee wacht even, Carol Quigley heeft niet het plan verzonnen, hij beschrijft het plan. Dan uh, de, de subtitel van het boek is uh, een geschiedenis van de wereld in onze tijd. A history of the world in our time. Dus een geschiedenis van de hedendaagse wereld, kun je ook zeggen. Met natuurlijk een paar uitspraken over de toekomst, mag ik aannemen. Ja, die oorlogen zijn bijzonder. Die zijn niet toevallig. Die zijn veroorzaakt. Die worden gezocht. Die worden geregeld. Neem nou die oorlog met Iran. Er is al gesodemieter in die regio sinds de, de Mossadegh... Daar afgezet werd. En dat was een actie van de CIA en de CIA is sinds jaar en dag van die de Jezuiten. Die, die club die heet ook wel in de volksmond. Uh, gekscherend, meesmuilend, heette ze Catholics in Action. Dus niet de Central Intelligence Agency, nee, de Catholics in Action. En daar komen de katholieken weer. Nou, maar het katholicisme is helemaal dood, man. Er is niks meer van over. <laughs> Don't make me laugh. Katholicisme is nog nooit zo wereldoverheersend geweest als heden ten dagen. En het katholicisme heeft maar één doel en dat is dat mensen de Bijbel niet lezen. En dat is geen toeval, dat is heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat het katholicisme niet wil dat mensen de Bijbel lezen. En jij moet je dan gelijk gaan afvragen: ja, maar waarom willen waarom ze dan dat ik de Bijbel niet lees? Nou, dan moet je de Bijbel maar eens gaan lezen. Dan kom je daar wel achter. Dan lees je bijvoorbeeld Efeze 6. Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. Door de Bijbel is ons handvest voor de strijd. De Bijbel is het boek dat ons verenigt. In, uh, in de Bijbel staat dat God heeft dan die zondvloed uh, over de aarde laten komen. En hij heeft ook gezegd: "Nou, dat zal ik niet meer doen." Dit was één keer en uh, nou, nou is genoeg geweest. Ik hoop dat jullie ervan geleerd hebben. En na de zonvloed waren er hoeveel mensen over? Nou, acht. Nou, wij stammen dus allemaal af van die acht mensen. Dus je kan gelijk ophouden met gezeik tussen. Ja, ik vind wel eigenlijk dat die blanken. Die blanken, die, die trekken zichzelf voor hoor. Dat vind ik heel erg voortrekkerij. Ik vind het echt niet kunnen van die blanken. Daar kan je gelijk over ophouden. We stammen allemaal af van dezelfde. En jij ja, kan ook uit zeggen dat uh, mensen met weinig melanine. Dat die dan uh, iets hebben of zo, maar dat moet je dan wel even onderbouwen. En je kan niet zeggen dat het die gaat om een ras. Want we stammen allemaal af van die acht mensen van na de vloed, snap je? De Bijbel is een boek dat verenigt mensen. En is dat toevallig? Nee, dat is heel bijzonder. Want de meeste boeken, die zaaien alleen maar verdeeldheid. De Bijbel niet. Ja, no, maar de Bijbel die doet uh, helemaal niet aardig over homoseksuele mensen. Nou ja, kijk. Homoseksualiteit, eh, dat heeft een hele lange geschiedenis. Je moet nu niet denken dat homoseksualiteit iets is van de 20e eeuw. De 21e eeuw, dat het iets moderns is. Het is al van heel erg oud, lang geleden. En. Homoseksualiteit was heel populair in heidense samenlevingen. Daar was het zo populair dat het. dat was normaal. De heteroseksuele seks. Dat was uitsluitend voor het, voor het nageslacht. En seks, dat je denkt van. nou, ik heb zin in lekkere seks. ja, dat deden de heren onder elkaar. Het was aberratief als je het met een vrouw deed voor de lol. Dan ben je gezien als een stomme sukkel. Een echte man was een reetridder. En zeg nu niet dat ik dit uit mijn duim zuig. Dit heb ik gehoord op de katholieke universiteit. toen ik daar les kreeg over dat fijne karakter, meneer Socrates. Die niets nut. Tenzij jij weet wat Socrates heeft toegevoegd aan het denken van de mensen. Het enige wat. Ik even dan. Nou even een weggetje over Socrates. Maar Socrates heeft erop gehind. dat er een algemeen weten is. En dat ieder, ieder wezen, ieder mens. Wezens heeft iets niet. Maar ieder mens. heeft in principe evenveel kennis. Alleen sommige mensen hebben een beter geheugen. Maar, en in feite weet iedereen alles. Alleen sommige mensen zijn er niet helemaal met hun hoofd bij en die kunnen het dan eventjes er niet opkomen. Dus vandaag was ik ook op mijn werk. Ik heb vandaag zo leuk gewerkt en, en ik had het met die twee mensen van de begeleiding. Had ik het erover hoe ik erop kwam, weet ik niet. Maar ik moest het woord hebben: desinfectiemiddel, desinfectant. Dat is het woord: desinfectant. En ik kon er maar niet opkomen. En ik kon alleen maar zeggen: van ja, het is het ene woord. En ik kan er niet opkomen. En het enige wat ik kan verzinnen is anticonceptie. Maar dat bedoel ik niet. <laughs> en die vrouwen lachen. Maar ik kon het dan met handen en voeten uitleggen: dat het ging om het doden van die bacteriën omdat je dat, nou het ging over een microvezel, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar het, waarom ik het even aanhaal, is dat je hebt het wel eens hebt, dat je er niet op kan komen. En zo zei Socrates dat het dan zit met het verschil tussen kennis tussen mensen. Dat De ene mens die, die weet het niet, maar dat is een tijdelijk probleem, want hij kan er even niet op komen. Eigenlijk weet iedere mens alles. Dat is wat Socrates zei. Nou, dan mag jij zeggen of jij vindt dat dat waar is. Na Socrates is er niemand geweest die gezegd heeft dat dat waar is. Er is ook niemand geweest die gezegd heeft dat het onzin is, want dat is zo onbeleefd als je het hebt over Socrates. Want Socrates was een homoseksuele man namelijk. Dus als je dan tegen Socrates bent, dan ben je eigenlijk anti-homo en dan sta je al gelijk in een kwaad daglicht. Snap je? En Socrates had vrouw en kind. Kinderen. Maar dat waren tweederangspersonen. personen. Daar trok ze niks van aan. Het leven voor Socrates dat draaide om zijn grote liefde. Algebiades was een jong kereltje. En dan een beetje brutale dingen zeggen op het dorpsplein. En net zo lang ermee doorgaan. Tot ze in Athene helemaal de neus vol hadden van hem. Toen hebben ze tegen hem gezegd: van jongen, opzouten. En als je per se hier wil blijven, dan mag men en dan gaan alsjeblieft zo snel mogelijk dood. En toen heeft hij dat laatste maar gedaan. Nou, dan ga ik wel dood in Athene. Nou, Kees okay, dus is dus goed. Hier heb je een gifbeker en nou niet meer zeuren. Dat ja, is Socrates, meer niet. En Socrates was een homoseksueel en de, de homoseksualiteit in dat Griekenland van die dagen, dat, dat was normaal. En uh, die samenleving is niet normaal. Begrijp het even goed, hè? Griekenland, dat, was een, ja, dat is zo'n typisch wat ze dan nu zeggen, hè? Met een 1%, de 1 is de baas. Oh! Ja, dat had je in Griekenland. Dat is het De Bijbel dicteert dat er is er maar één de baas... en dat is, dat is degene wiens naam heilig is... Wij mogen zeggen God. In feite is God een begrip. Dus het is niet eens een naam. Een ander begrip van God is de Heeren Heren. En weer een ander begrip is uh, uh, de Heeren Here, Oh ja, onze Vader. Ah, die is de baas. Meer niet. Dat zegt de Bijbel. Voor de rest heb je hier op aarde heb je, uh, naar iedereen te luisteren. En niemand is per se de baas. Degene die gelijk heeft, heeft gelijk. Degene die het meest verstand heeft, die mag vertellen wat er moet gaan gebeuren. Dat dicteert de Bijbel. En dat mag niet gelezen worden door de mensen. En dat is geen toeval. Omdat dat niet past in het straatje. Van die 1% die ons wil laten doen geloven. dat wij niet in staat zijn om onszelf te besturen. Maar daar hebben wij hully voor nodig. Daar gaat het om. Dat is alles. Daar heb ik de hele wereld en haar oorlogen mee samengevat. Het is die 1% die bezig is om ons te overtuigen. dat wij niet onszelf kunnen besturen. En daarvoor mogen wij als eerste geen Bijbel lezen, anders zouden we erachter komen dat het onze opdracht is om onszelf te besturen. Want zo staat het in de Bijbel. In de Bijbel staat duidelijk dat wij het volk Israëls dat had helemaal geen koninkje nodigje. Het volk Israëls had zich te realiseren dat ze maar één koning hadden en die is in de hemel. En voor de rest heb je functionarissen. Natuurlijk heb je algemene dingen die geregeld moeten worden... Dan nou, wijst er iemand voor aan. En die is dan de baas van de. Weet ik veel. De vuilnisophaaldienst of zo. Het is wel handig als er één club verantwoordelijk is voor het ophalen van het vuilnis. En het is ook wel handig dat er één iemand de leiding heeft. Lijkt mij. Maar van dan heb je het ook gehad, snap je? Zo staat het in de Bijbel. Of dan kan je daaruit afleiden. Hè? En meer niet. En wat wij nu hebben, dat zijn van die heilige koningen. Van die halfgoden. Met name dan die, die man daar in Rome. En met die fameuze uitspraak van die koning van Amerika, die mag geen koning genoemd worden, die moet je president noemen, maar dat is natuurlijk een koning. En de koning van Amerika, die werd gevraagd, het was toen was dat George W. Bush, dus die zoon van Herbert Walker Bush, en de kleinzoon van Prescott Bush. En Prescott Bush, dat was die man die die concentratiekamp in Duitsland liet financieren met zijn bank. Jeetje, wat is een familie Bush-aardige mensen, zeg. Die Herbert Walker Bush, dus die vader van de huidige Bush die nog in leven is. Herbert Walker Bush is overleden. Die man is best oud geworden. En die Herbert Walker Bush, die heeft in een interview... Die heeft in zijn biografie laten opschrijven. Vond hij, nou wel, ja, hij vond zichzelf zo'n interessant leven gehad hebben. Hij denkt, ik ga een biografie laten schrijven. Over iemand zoals ik, te weten ik. En die heeft op laten schrijven dat als het Amerikaanse volk destijds erachter was gekomen wat de familie Bush had uitgevroten, dat zijn, hij en zijn hele familie opgehangen waren aan bomen, oftewel gelincht. En zo dacht hij over zijn eigen daden. Nou, dan weet je wel ongeveer wat voor soort familie dat is, hè? En die George W. Bush, die werd gevraagd wat hij zag toen hij in de ogen van Poetin keek. Vladimir Poetin. En dan zei hij, nou, toen ik in de ogen van Vladimir Poetin keek, en toen zag ik zijn ziel. Jojo, en toen je in de ogen van Johannes Paulus II, dat was toen de pauze, toen je in zijn ogen keek van Johannes Paulus II, de Holy Father, wat zag je toen? O, oh, zei George Walker Bush, toen zag ik God. Ja, dat zei hij, hè? Toen zag ik God. Ik keek in de ogen van de paus en toen zag ik God. Nou, gewoon linea recta naar de looney bin. George Walker Bush is oftewel knettergek. Schizofreen of zo, of andere psychotisch, whatever. Kijk, je bent gek als je zegt dat je God ziet. Ik heb vandaag weer een heerlijke discussie achter de rug met een atheïst. Ik ga me niet verlagen door het feit dat ik God zie. Laat was la, vanuit... Da, da, allemaal niet dat ik zeg dat ik God ben of zo. Of dat er een mens is die ik ken en die is God. Nee, dat was destijds het geval met Christus Jezus hier op aarde en voor de rest niemand. En zeer zeker niet die rare man in die jurk met het keppeltje op zijn hoofd. Maar voor een George Walker Bush wel. Dat was God. Dat als je in de ogen van de paus kijkt, dan zie je God. Nou. Ja. En. Ja, Amerika doet precies wat de paus wil. Dat mogen duidelijk zijn. Donald Trump loopt als een schoothondje aan de paus uh, zijn hand. Die kijkt echt wel linkeruit. En als zogenaam, zogenaamd is hij dan de stoute jongen die. Uh, nou, dit doet niet mee aan het klimaatakkoord. Nee. Nee, hey, er zijn weer andere landen die dat mogen doen. En Amerika zelf wordt helemaal volgepompt met katholieken. We Hebben ook maar weinig mensen in de gaten. Dat die immigratie die nu plaatsvindt. En waar we hier dus hebben met Mohammedanen. Dat hebben ze in Amerika ook. Met heel veel Mohammedanen, maar ook heel veel katholieken. Ja, dat gaat die protestanten, die protesteerders, voor zover ze er nog zijn, daar gaan ze lelijk op spelen. Katholicisme is heidendom. Hè? En Dat is uh, niet, geen toeval, dat is uh, bijzonder. Dat kan niet anders. Hè. Dat dicteert... Het heidendom is erop gebaseerd. Het heidendom is een, een staatsgeloof. En het staatsgeloof, dat, dat is ofwel dat er geen god is, of een, een partijtje, serieus voorgeschreven goden. Of zoiets als uh, moeder Gaia. Zo, dan gaan we de aarde vereren. Zoiets, dat willen ze ook goed. Maar niet dat er een vader is van ons die in de hemel is en die de aarde heeft geschapen in zes dagen. En de zevende dag toen dacht hij, nee, oh, dat is mooi geweest. Ik ga zeven een dagje niks doen. Dus het is niet de bedoeling dat wij dat tot ons nemen. Want dat zouden wij vrij zijn en dan hebben wij hun niet nodig, hen niet nodig... Hebben we zulie niet nodig. En daarom is het de taak van het Vaticaan: dat wij de Bijbel niet lezen. En dat lukt ze vrij aardig. Om niet te zeggen fantastisch. Om niet te zeggen geweldig. <laughs> Om niet te zeggen overweldigend goed. Want wie leest er nou nog een Bijbel? Ja, wie weet er heden ten dagen nog dat. Uh, ...dat koningen niet horen. Nou, wie weet er heden ten dagen nog dat... ...toen Jezus gevraagd werd naar de rechtvaardigheid van belasting betalen... ...dat hij zei... Uh, ...van, uh, doe niet zo moeilijk, uh, geef dat geld weg... Ja, doe niet mee aan dat geldsysteem. Als je meedoet, ja, dan doe je mee. En dan betaal je ook belasting. Die moet niet aan dat geldsysteem meedoen. Ik bijvoorbeeld, ik doe er niet aan mee. Je kan zeggen: Ja, Piri, je werkt toch? Ja, ik werk ook wel. Morgen moet ik weer. Nou, vandaag bijvoorbeeld heb ik echt ontzettend leuk gewerkt. Ik had het dus echt voor geen goud willen missen. Een hele fijne busreis gehad. En ze waren heel blij dat ik er was. En... Nou, vrijdag ben ik er weer. En... Nou, en ik heb drie uur gewerkt, nou, dat is ook niet lang. Dus ik heb de middag lekker kunnen gebruiken voor allerlei dingen, voor mijn eigen. Nou, dat is ook allemaal heus zo leuk. En morgen ga ik ook weer werken. Dan moet ik weliswaar wat langer werken, maar ja, die plek die ken ik ook. En ja, het ligt een beetje aan wie er dan morgen dienst hebben. Dat weet ik dan dus niet. Merk ik morgen wel. Maar nou, daar werken ook weer geinige mensen. Kijk, ik vind het leuk om. om met die mensen te werken. En er voor die mensen te zijn. Ja. En je hoeft niet hard te werken. Je moet wel doorwerken. Maar ja, je, je bent niet bek af of zo. Er is dus wat te doen. En ik ga morgen lekker met de bus weer. Het is me nou te koud om te fietsen. Ik heb er gewoon even geen zin in. Kijk, en dan krijg ik een beetje geld en ik geef niet al te veel geld uit. En. Nou, en ik zorg dat ik wat spaargeld heb voor als er een wasmachine kapot gaat of zo. En dat zit. Meer helemaal niet. Een tv heb ik niet. Ik heb ook geen tv-abonnement, dus. En een smartphone heb ik ook niet. Ik heb alleen maar zo'n zo Nokia uit 1830. Een van de eerste. Dat is, Dat is een heel simpel dingetje. Maar die gaat me niet kapot. Dus ja, ja. En de batterij die was het laatste recht want ik die zat bij Wim, Wim Kruidertuin, mijn vriend. En ik zat tegen hem te zeuren over die batterij: verdorig moet ik een nieuwe hebben. Toen zei hij: Oh, moet je een nieuwe? Hier. Had hij er eentje over of zo? Ik, ik weet niet hoe die aan het ding kwam. Zei hij zei: Mag je ook geen woorden voor hebben? Hij zei: Helemaal ja, niks, neem maar mee. Oh, zeg ik, dank Nou, die zit er nou in, nou gaat die. Op die accu-batterij-dinges dus kan hij weer drie, vier dagen op één uh, lading. Kijk, nu gaan we praten. Dat ding heb ik al jaren. En als deze kapot gaat, heb ik zelfs nog een reserve klaar liggen. Dat is echt belachelijk. Tja. Domme boeren hebben altijd de grootste aardappelen. Kijk, je moet niet meedoen aan het geldsysteem. Dat is erg belangrijk. Er, er valt in deze wereld niet, niet iets voor jezelf te regelen. Maar wat je misschien kan doen is dat je heel veel geld bij elkaar schraapt... en dat jij het dan wel naar je zin hebt en de rest niet. Maar wat heb je daar nou, nou aan? Wat heb je dan aan dat jij het wel naar je zin hebt en de rest van Nederland zit op een houtje te bijten. Denk daar maar eens over na. Je kan wel een baan nemen en dan ga je, heb je een arbeidscontract en dan moet je 40 uur productief werken. En een half uur pauze per dag moet van je eigen tijd. Dus dan heb je. 42,5 uur dat je binnen moet zijn. Maar je wordt geacht 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. En dat je pas 10 minuten later de deur uitloopt. Dus dat is bij elkaar ook nog eens 20 minuten. En dat keer 5, dat zijn maar alles bij elkaar een uur. Dan breng je op. Dan heb je 43, zeg maar 44 uur in de week word je, zit je in dat pand van je baas. Ja, dan heb je ook nog een keer een uur heenrijden en een uur terugrijden. Dat is ook nog 10 uur in de week. En al met al, zit je zo 55 uur in de week? Ben je pleiten. Voor wat? Je wordt er hartstikke moe van. En voor wat? Er is dus een onderzoek gehouden onder mensen die dan gevraagd werden voor hun. Het waren ze heel oud. En van, waar heb je nou spijt van? En die mensen zijn allemaal. Nou, ik heb spijt van dat ik. Allemaal dingen. Dat ik ze die dingen niet heb gedaan. Nou, en die dingen. Daarin was niet uh, heel veel geld verdiend of zo. Die dingen betroffen dan zoiets als. Uh, weet ik veel. Leren boogschieten of uh, klaverjassen. Of Parachute springen, liften naar Algerije. Ja, die mensen hebben dan spijt. Denk jij er ook maar eens over na? Hey, ik heb zelf spijt van het feit dat ik toen niet, was het 2013, 2014? Toen stelde mijn dochter voor om met z'n tweeën een jaar naar Parijs te gaan en daar te gaan wonen, met z'n tweeën. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik zag zoveel beren op de weg dat ik het niet geprobeerd heb. En daar heb ik eigenlijk wel een klein beetje spijt van. En aan de andere kant denk ik ook wel, ja, het was toch godsom mogelijk geweest dat alleen maar een hele hoop stof doen opwaaien met nul als resultaat. Maar, maar dan nog, denk ik weer, het was wel een leuk idee. Met je kleine meid, toen was ze toen dertien, zo. Ik kan er wel over dagdromen hoe dat geweest zou zijn. Ergens in zo'n Parijse buitenwijk. Ja, je komt er natuurlijk niet aan de Champs-Élysées dan, hè, maar. Of in de Montmartre. Zit ik ergens in zo'n banlieue? Ja, dan toch. Dat denk ik wel leuk geweest. En dat geldt voor jou dan ook, hè? Wat wil je met je leven? Want het onderwerp was. Dus, het gaat natuurlijk over de wereld, haar oorlogen en de waarheid. Nou, de waarheid is dat die oorlogen niet toevallig zijn, die zijn bijzonder. Dit is opgewekt. Dit is gepland. In Iran, dat was dus al gesodemieter sinds Mossadegh. Dan heb je het over de jaren 50 van de vorige eeuw. We dus lopen al we. Die, die pauzensvriendjes. En vriendinnetjes, die lopen er al 70 jaar uh, te kaviolen. In die hele regio, by the way. Hier is een hele mooie foto nog van uh, Jerzy Brzezinski. Brezinski, of zo heet die man, he? Jezus, die lelijke kop? Dat hij uh, wapens staat uit te delen aan een groepje militanten. onder leiding van de latere wereldberoemd wordende geworden, Osama bin Laden. En Osama bin Laden, dat was een teller uit een uh, heel rijk Arabisch, Saoedi-Arabisch geslacht. Dat dus is uh, iemand uit de, de familie Vroom en Dreesman of zo. Ja, Nederlandse begrippen dan. Hè? Of Brenninkmeijer of zo. Ja, ja. Dat is allemaal niet toevallig. Man. Dat is allemaal met opzet. En daar gaan die lui lekker mee door. Die, die gaan echt niet ophouden. En waarom zouden ze? Ze gaat toch zo goed? Ik bedoel, het hele plan van hun om die informatie uit de Bijbel... ...naar het Rijk der Fabelen te verwijzen... ...want daar hebben ze dan uiteindelijk maar voor gekozen... ...want ze konden het... ...daadwerkelijk verspreiden van dat boek niet tegenhouden. Dat hebben ze wel heel lang geprobeerd, hè? Maar dat was aan het begin van de 16e eeuw... ...was dat mooi afgelopen. En toen kwam aan het begin van de 17e eeuw... ...kwamen daar dan... ...de twee uh, verse, vette publicaties... ...dat was de King James, de Koning Jacobus Bijbel van 1611... En de Nederlandse Statenvertaling van 1600. wat is het? Iets van 26 jaar later of zo. Hè? 1637 of zo. Nou, dat was even een, een tegenslag voor die lui. En toen zijn ze begonnen met het verspreiden van Bijbels. waarin uh, kritieke versen uh, aangepast waren. En een hele campagne opgestart van de andere kant om die Bijbel belachelijk te maken. Via organisaties zoals de Vrijmetselarij. En tegenwoordig is het ja, normaal om atheïst te zijn. En de Bijbel wordt dan door de mensen gemiddeld gezien als uh, toevallig. En niet bijzonder hoor. Oh, maar gewoon een boek. Ik zeg het nou laatst, ik wil het even voorlezen. Dat was een. Die man waar ik dan een. Dat gesprek mee had. Of is het over. Uh... Even kijken hoor. Dat is wel interessant op zich hoor. Even dat ding erbij pakken. Ja. Hele lange discussie geworden. Wat zegt hij hier? Um, ik zie: dit is dan deze man die heet The Urban Cowboy. Dat is een commentaar van twee uur geleden. Een behoorlijk stuk tekst. Hij neemt dat wel serieus en daar heb ik respect voor. En dan zegt hij: Ik zie de Bijbel. Ja, ik zie de Bijbel als een verzameling verhalen over volken en personen zoals deze geleefd hebben. Dus een geschiedenisboek. Oké, okay. nou, ga ik maar dan mee met universele levensvragen, ervaringen en strijd, inspirerend en leerzaam. Maar niet per se betrouwbaar, gezien de veel uiteindelijk opgeschreven is na vel jaren oraal te zijn overgedragen. Er zitten nogal wat taalfouten in, maar wat zou die bedoelen? gezien veel uiteindelijk opgeschreven is na veel vele is na vele jaren hmm. aangezien veel uiteindelijk opgeschreven is na vele jaren oraal te zijn overgedragen, dat bedoelt hij. Ja, ja dat klopt. Het is allemaal eerst oraal, dus mondeling overgedragen en toen. Opgeschreven. Het geldt voor bijna alles, denk ik wel. Maar ja, dat is... Uh... Maar goed, je kunt vele vergelijkbare verhalen in andere boeken lezen... en terugvinden in mythologie en zelfs oude zagen en volkvertellingen. Sommige ouder dan de Bijbel. Maar dat is niet helemaal waar. Ik heb dat een keer nagezocht, maar dat... Dat is niet helemaal waar. Het verhaal van de vloed. Dat kom je wel tegen in andere, andere. Noem het maar mythologische verhalen. Geschriften. Maar dan heb je het over iets wat net zo oud is. En het hele complete verhaal, zoals, zoals het in de Bijbel staat. Dat, dat kom je nergens anders tegen. Dus het enige wat er in de buurt komt. Ik heb dat eens nagezocht. Maar dat zijn de Upanishads. De Veda's van de. Hindustanen, maar dat is ook, ook niets al te oud. Ik dacht dat de Bijbel ook nog ouder was dan dat, hoor. En er zat hier dan ook niet te vergeten dat de Bijbel die wij nu kennen samen is gesteld door mensen die ook hun belangen hadden. Puntje, puntje, puntje. En ja, dat kan je makkelijk zeggen, dat zal je moeten onderbouwen. Door welk belang had Johannes nou bij het opschrijven van het boek Openbaring of bij het opschrijven van zijn evangelie? Zeker geen politiek belang, zeker geen geldelijk belang. En wat had Paulus nou voor belang bij het schrijven van die brief aan de Efezen waarin hij zegt wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden? Snap je? En hij zegt dan ook dat hij ontzag heeft voor de natuur. Dus hij heeft ontzag voor de schepping. Ja, precies. Dat, dat is nou juist het verschil. Ik heb dus. Ah, ik vind de schepping natuurlijk heel erg mooi. Maar de schepping die. Ja, die kan ik ontzettend ontzagwekkend mooi vinden. Maar ik heb op zich geen ontzag voor de schepping. Ik heb ontzag voor de schepper. Voor God. En voor mij is de schepping dus niet toevallig. Volgens mij is de schepping bijzonder. En voor deze man is de schepping toevallig. Dat is het hele punt. En het is natuurlijk heel moeilijk om met iemand die de schepping toevallig vindt, om tegen die persoon te zeggen, nee, de schepping is niet toevallig, de schepping is bijzonder. En dan zegt ze iemand, nou, de schepping is bijzonder en toevallig, de bezegging is gewoon bijzonder toevallig of toevallig bijzonder. Een man van de, de, van de tv, Wim Keizer, dat is een, een journalist. Die sprak van een schitterend ongeluk. Het was een TV-serie die hij destijds voor de VPRO heeft gemaakt. Dus dat het gaat om een schitterend ongeluk, dus om een toeval. Ja, nou ja, voor mij dus niet. En hij. Ja. Het, het, ik. Ik kan me niet voorstellen dat je. vanuit dat toevalligheidsbeginsel. tot een compleet inzicht komt in je bestaan. En wat ik ook vind, is dat je door de Bijbel... terzijde te schuiven... om te zeggen dat Paulus... met zijn brief aan, de, aan die van Evese... van Evese... dat Paulus... die had een bedoeling... en dus er zat een of andere agenda achter... en het kwam hem handig uit om dat op te schrijven. En als je zo gaat denken... ja, dan mis je toch iets. Naar mijn mening dan, hè? Want ik vind het bijzonder... dat Paulus dat heeft opgeschreven. En niet toevallig. Het was niet toevallig dat Paulus dat maar even schreef. En dat was met opzet. En uh, dat geldt voor ons nu nog steeds. Dus ik zie in die brief van Paulus aan die van Eversen: uh, ja, dat is als het ware ook een brief aan ons. Ja, de, daar zie ik weer die verenigende factor in. Dat wij weten tegen wie wij strijden, namelijk niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen overheden. En dat als, als een verenigende factor voor ons allemaal. Nou, dit is overigens dus toevallig en bijzonder. En waar komen die oorlogen toch vandaan? En dan zie ik op Prison Planet, zie ik nou allemaal dingen over het gedoe met Iran. En er zijn ook allemaal nieuwtjes op Prison Planet over hoe vluchtelingen zich misdragen in westerse samenlevingen. Dat is allemaal niet toevallig. Dat is bijzonder. Het is opgewekt. Het is gepland. Daar zit iemand achter. Er was vandaag op Facebook zag ik dat een filmpje van een buitenlandse man en die liep met een mes te zwaaien. In een winkelcentrum, ergens hier in Nederland. Wat een drama. En die was dan... Ja, die werd dan uiteindelijk tegen de grond gewerkt. En zijn mes afgepakt. Er was geen politie bij, by the way. Maar dat kan natuurlijk niet, hè. Als dat een Nederlandse man was geweest die dat gedaan had, dan had hij nou in de gevangenis gezeten. Ik was vandaag, dus ik ging terug met de bus. En. Iemand die was een buitenlandse man. en die houdt zo'n chipkaart bij die machine. die bij de chauffeur staat. zo'n dus bliepmachine, hoe heet dat. En dat ding dat maakt toch een raar geluid, man. Echt. Uh, tidoo, of ik had het nog nooit gehoord. En ik zat achter de chauffeur, dus ik kon het vrij goed zien. en op dat scherm stond een of andere boodschap, er stond op kaart verlopen hij kon het lezen vanaf mijn stoel en die man zo nog een keer En boop weer kijken en nog een keer een chauffeur zo van uh, ja las is kijken dan en die chauffeur die moest helemaal uit zijn stoel hangen zo en er overheen uh, je kan natuurlijk niet op het schermpje kijken want dat bliep apparaat die staat naar de deur gericht en hij weer boop uh, dan ja, staat er als tekst kaart verlopen. En die chauffeur zegt: laat die kaart eens zien dan. En die man laat die kaart zien. En ik kon vanaf mijn stoel duidelijk zien dat erop stond dagkaart. Ja. Ja, die man had dus een dagkaart gekocht van de NS. En die. Uh, ja, was een, ook nog van de trein. Maar ja, in principe: de trein en de bus, het is hetzelfde. Maar dat is dan is ons een buitenlands iemand en die koopt een dagkaart. En je gaat mij niet vertellen dat hij niet weet wat een dagkaart is. Natuurlijk weet hij dat. Maar hij denkt, nou toch even proberen. Ja, je weet nooit. En toen maakte dan die chauffeur hem duidelijk dat een dagkaart die verlopen is, dat je daarmee niet kan reizen. En dan weet je oh niet over Dan ging hij zitten graaien. Dan kwam er dus een overchipkaart uit die hij gewoon bij zich had. Gewoon een normale overchipkaart chipkaart die jij en ik ook hebben. En hield hij die erbij, was het pliep. En dan zag ik hem echt een beetje zagrijnig kijken. Nou verdorie, mijn dagkaart deed het niet meer. Ja, die was van gisteren, van vorige week. Want die was van zijn oom. Heel ondankbaar vind ik die mensen. En ja, dat heet dan vluchteling... En dit is dan de opvang. Maar ik vind het erg ondankbaar dat je zo omspringt met het land wat je opvangt. En dan las ik ook op Facebook dat in de, vereniging, vereniging, in de, in de gemeente Oosterwijk. Dan schrijf je Oosterwijk, maar je zegt Oosterwijk. In Brabant is dat. In de buurt van Den Bosch of zo. Hè? Zit het eigenlijk? Ik weet het niet eens precies. Anyway, daar dus. De uh, vluchtelingen die krijgen daar 10.000 euro om een woning in te richten. Zo, dacht ik. Ik weet hem wel toen ik door uh, die fijne moeder van mijn kind uit het huis werd gezet. Uh, punt 1, ik kreeg helemaal niks. Echt zilch. Natuurlijk niet. Ik kreeg helemaal niks van de gemeente. En helemaal ziltje. Ik kon alles zelf betalen. Ik heb geen 10.000 euro uitgegeven om mijn flat in te richten hoor. Terwijl ik toch uh, een woning in moest richten voor twee mensen: hè, voor mezelf en voor mijn kind. Ik heb het alles bij elkaar, de, de, de gordijnen en mijn bank, dat was denk ik 3.000. Uh, dat was de grootste hap. Nou, ik heb uh, spullen overgenomen. Dat was 700. Dat dus is ook nog een keer 1000. Dat maar 4000. En dan nog een wasmachine. Dat was droger. Nou, ik denk 6000 of zo. Maar geen 10.000. En dan heb ik dus. Nou, het had goedkoper gekund. By the way. Ik had het geld. Had ik het geld niet gehad, had ik mijn huis ingericht voor 3000. 4000. Tuurlijk. En die mensen krijgen dan 10.000. Dat is niet toevallig. Dat is bijzonder. Oh ja, en vorige week, toen ik van dezelfde locatie met de bus terug ging naar Arnhem, toen reed die bus voorbij een bushalte en daar kwam iemand aanholen en dan ben je dus te laat. Ben je gewoon te laat voor de bus. En tegenwoordig in Nederland heb je overal bij de bushaltes dus er staan van die elektronische borden en daar wordt netjes op aangegeven dat de bus over twee minuten komt. Hè? Dus iemand was gewoon weg te laat. Maar die kwam er dus aanholen en die stond een Die liep dan te zwaaien, die holde te zwaaien. En die bus dacht van, wat zielig, en die stopte. En laat die man instappen, dat was een buitenlander. En die man die deed bliep en die liep gelijk door. En die buschauffeur die riep nog achterom van, hé, hey, een uh, dankjewel uh, lijkt me het minste wat je kan doen. Ja, in die bus zitten allemaal mensen, die willen allemaal naar Arnhem. En die moeten allemaal extra wachten op dat een buitenlander, uh, die is dan of iemand... Huh? Iemand heeft de bus onreglementair laten stoppen. Dan mag je toch even dankjewel zeggen of niet? Ja, dat, dat, die dankbaarheid hebben die, die vluchtelingen niet. En dat is niet toevallig, dat is bijzonder. Dat gaat ons nog lelijk opbreken hoor. Die mensen vinden het allemaal maar heel gewoon... en dat is niet toevallig, dat is niet toevallig. Daar hoorde ik ook dat van de Zweedse overheid is er een website en daar kunnen buitenlandse mensen kijken hoe ze, ja, hoe het verblijf in Zweden is als ze daar willen gaan wonen. Er huh? nou, staat er ook in het Zweeds. En in het, in, in het Zweeds staat dan van. Nou, Zweden is een land. Lalalala, en dan heb je die en die voorwaarden. En, en, nou, en die Zweedse mensen die dan wel eens, misschien een keer kijken op die website. die denken: Nou, dat is een tof verhaal. Ja, nou, en is er ook dat je diezelfde website kan bekijken in het Arabisch. Nou, in het Arabisch staat daar een heel ander verhaal. Namelijk, er staat een halve handleiding over hoe je in Zweden aan een uitkering komt, en hoe hoog die uitkeringen zijn, en dat je ook een woning toegewezen krijgt. Dat staat er in het Zweedse verhaal allemaal niet bij. Dat is niet toevallig, dat is bijzonder. En dat is de oorlog die gevoerd wordt tegen ons. Want je gaat mij niet vertellen dat jij inmiddels niet snapt dat het niet zo kan zijn dat een van de dichtstbevolkte continenten van deze wereld, namelijk Europa, uh, dat die eventjes de opvang moet gaan doen voor de rest van de wereld. Dat kan toch niet? Daar dus zouden we minimaal een ongelofelijke vergoeding voor moeten krijgen. Maar die krijgen we niet, die moeten we zelf betalen. En voor 2020 staan er weer uh, 120.000 jongens en meisjes te popelen om hier naar binnen te komen. Alsjeblieft, die kunnen we allemaal opvangen. En dan krijgen we daarbovenop ook nog een verbod van de Europese Unie dat we dus geen huizen erbij mogen bouwen. Ja, waar moeten we dan die mensen kwijt? Dus dat, is, uh, dat is niet toevallig, dat is heel bijzonder. Daar is er een plan achter. En hoe moeten wij daarmee omgaan? Nou, ik zou zeggen, ja, de strategie die ik gekozen heb lijkt mij een, een haalbare. Dus ik heb een baantje gekozen onderin het arbeidssegment. Uh, je hebt geen hypotheek, dat soort maffe dingen. En... Ja, door zo zuinig mogelijk leven. En niet hechten. Want het wordt moeilijker en moeilijker. En zeker voor de jonge mensen. Het lijkt me dat. Uh. Mijn dochter die gaat nu de, de pedagogische hulpverlening in. Daar is ze mee bezig. Misschien dat ze volhoudt. Maar stel, ze zou volhouden. Dan. Nou, dan komt ze in elk geval in een sector waar ze voorlopig wel, ja, haar generatie zal er wel prima werk in hebben. Dat is dan opvang van volwassen mensen die volledig uh, buiten de samenleving gevallen zijn. Nou, uh, ik zie dat aantal mensen alleen maar toenemen. Met al die gebroken gezinnen en al die mafketelarij op tv en, en een moraal in Nederland die ver te zoeken is. Hè? Ja, het is maar wat. Maar goed. Uh, kijk, voor ons, de Bijbelgelovende christenen, is er niet zo gek veel aan de hand. Er is namelijk niks veranderd sinds dat Paulus die brief schreef aan de Eversen. Eversen. <laughs> Helemaal niks. Wij strijden niet tegen vlees en bloed. We hoeven die buitenlandse mensen geen kwaad hart toe te dragen. We hoeven alleen maar met leden ogen aan te zien... dat ze helemaal niet waarderen wat ze hier allemaal krijgen. En dat dat wat ze hier krijgen, dat dat ingehouden wordt... op onze oude dagsvoorziening. Ja. Ja, onze bejaarden in de bejaardentehuizen... die hebben het niet meer zo luxe als vroeger... Die plek waar ik werk, die, dat hoorde ik dan vandaag. Nee, dat hoorde ik vorige week. Maar daar heb ik al eerder verhalen van gehoord. Dat. Het is vijf jaar geleden inmiddels. dat daar een enorme bezuinigingsoperatie er doorheen is gedrukt. En mensen kunnen zich dat nog goed heugen. Dat was niet leuk. De medewerkers tussen. Er zijn nogal wat ontslagen gevallen. Het is al best bijzonder dat ik dus nu een vaste uh, dingen, ja in de eerste instantie een jaarcontract, in elk geval een vast aantal uren krijg ik. Dus niet langer een nul uren contract, maar een vast aantal uren contract. Ja, dat is wel heel wat. Ik mag mezelf gelukkig prijzen. En hoe het zich verder zal gaan ontwikkelen, nou, ik denk dat het allemaal heel bijzonder gaat worden. En niets toevallig wordt. En ik hoop dat er onder ons steeds meer mensen zullen komen die hun rust vinden in de inhoud van de Bijbel. En vanuit die rust ook. Naar de hedendaagse maatschappij kunnen kijken. en net als ik kunnen zeggen. ach, ja. het was in de tijden van Paulus al zo. Dus het is al 2000 jaar aan de hand. Dus ja. door het is Babylon. het is de Antichrist. En het enige wat je er tegen kan doen. dat is jezelf er tegen wapenen. Met de wapenuitrusting gods. Staat ook in Efeze. En het wapen van de Heer. Dat is de waarheid. We hebben mooi alles rond, hè? Over de wereld. Haar oorlogen. En de waarheid. En toeval. En bijzonderheid. Ja. En dan zeg ik op zijn Hamburgs tegen jullie. Tjus. En dag lieverds!